Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Oliver Pilon heeft de bal klaargelegd. En wil gaan aftrappen, scheidsrechter controleert. Vraagt of de keepers klaar zijn, vraagt of de grensrechters klaar zijn. We zijn begonnen vanmiddag. DVS in balbezit, Koen Vloedgraven, Roald de Vries. Captain Basil Camara speelde de lange bal richting Oliver Pilon. Gaat die bal al meteen door? Nee, die komt op het hoofd van Mits Willems. Die gaan het schip verlaten volgend jaar. Die gaan dit seizoen nog vol gas geven, hebben ze me net straks beloofd. Ja, ik begreep dat er eentje een rijbewijs heeft. Dus nou ja, nu een balletje achter de verdediging. Ik heb gehoord dat jij hem gaat ophalen. Ik heb gehoord dat hij een scooter krijgt. Van wie? Piep! Onze scooterboer. De scooterboer uit Ermelo. Vrije trap nu. Op een. Ik ben wel gewend dat de laptop uit bij mij staat. Ja, maar jij mag hem pakken. Jij mag hem hebben. Ja. Hij zoekt. Doelpunt! DVS. Soufiane Moreau. Mooie strakke corner. Laag randje 16 gegeven. Aangeraakt. En 1-0 hier in Ermelo. Lekker. Begin zo. Je kunt beter op voorsprong komen. Goed opgelet. Ja. Nu, ik denk dat het Brobby. Mag Brobby de vrije trappen nemen? Broertje van Brian Brobby van Ajax. Dit is Samuel. Samuel Brobby. Uit 1998. Stiefbroer van Dirk Lucassen. Die, bij die PSV zit ook voetballen. Op voetbal. Ja. Ja. Voetballende familie. Ik denk dat ze elkaar aangestoken hebben. Vrije trap hier. Ik wou zeggen, op een leuke plek. Dan moet Daan helemaal. Ja. En daar is de 1-1. Daan was een goede indraaiende vrije trap. En Daan kon er met zijn hand nog net bij. Maar in tweede instantie was het nummer 43. En volgens mij was het Jesper Vos. Maar ik moet er vanaf zijn. Daan Huiskamp zag er in eerste instantie goed uit. Maar toch niet goed genoeg. De bal komt weer bij een speler van Almere uit. Zijn op zich wel handige voetballers. Maar Koen Vloedgraven steekt er zijn stokje voor. Een. Benjamin Roemion. Voorbij. Bal net te ver voor hem uit. Ja, doelpunt! Ja. Oliver Pilon. Het doorgaan was goed van Benjamin Roemion. Het leek eigenlijk op niets uit te lopen, te stranden. Maar hij krijgt die bal voor bij Oliver Pilon. En maakt hier de 2-1, Maarten, in de... Ja, dit is in de 33ste minuut. Ja, lekker hoor, 33ste minuut. Denk ik. Oliver Pilon, het zit mee. Dus in deze aanval was goed voorbereid. 23ste minuut, ik keek even verkeerd. En DVS dus op een 2-1 voorsprong tegen Jong Almere City. Daar voetbalt Almere City heel makkelijk, want daar hebben ze steeds die... Nu kan hij naar de zijkant, ja. Die back. Mannes gaat hem denk ik gewoon voorslingeren. Stakke bal. Achterin is Anicora. Ja, die wandelt er zo langs. Kijk eens, achter de bal. Dat is een penalty. Wat een domme actie zeg. Ja, ik zei het net al, Anicora, want de voetbalt die heel makkelijk en nu ook... In deze actie. En neemt hem aan. 1 tegen 1 tegen Enrico Patrick. En over het voetje heen. Duidelijke straf toch? Ik denk als hij nog iets verder loopt dat hij over de achterlijn gaat. Maar die hoek daar. Ja, je zit in vol in de achtervolging natuurlijk. En je wil die bal spelen. Maar boom. Oeh, dit is mooi. Dit is spannend. En prima in de bovenhoek. Wat doet hij nou? De 40ste minuut scoort Jong Almere City FC nummer 20. Kenneth Alinko. Nog meer actuele tussenstanden, veranderingen zijn. Dovo staat 3-0 voor tegen ONS Sneek.
goed gevoetbald. Dit is Brobby, 1 tegen 1. En hij schiet hem voor DVS zijnde gelukkig naast. Beetje druistig afgewerkt. En hij kon redelijk doorlopen. De linksback van Jong Almere City. Gevaarlijke kans zo in het begin van de tweede helft. De zesde minuut van de tweede helft. Nu zijn het, was er weer een broer. Een van de broers, Patrick, aan de bal. En Rico legt hem achter de verdediging richting Olivier Pilon. Aanname is goed. Naar binnen. Snelle. Goeie bal. Bam! Ja! Ja! Fantastisch doelpunt. Het begon bij Enrico Patrick. Legt de bal achter de verdediging. Olivier Pilon zit bij de tweede paal. De broer van Enrico. En dat is die andere Patrick. Die hopelijk blijft. En die... Jij zei in de eerste helft rendement. Hier, dan krijg je rendement. Ja, dan hij luistert in de rust altijd even terug. Goed zo. Ja, die werd duidelijk tegen de arm aangeschoten van Mannes. Maar nu even opletten, want het kan zomaar weer 3-3 komen te staan. De gevaarlijkste man van Almere City nu. 1 tegen 1. Wie, Mannes? Ja, Anicora. Oké. Okay. Krant naar Van der Linden met best wel wat ruimte. Bal door. Handig meegegeven hoor. Die blijft stil. Valt aan de goede kant van de paal voor DVS. VVG ter leden. 4-3. Ja, dan hebben we er een paar gemist links en rechts. Henk Dros. Het effect is weer uitgewerkt. Het is niet normaal. Schommelt een beetje heen en weer daar. Ja. Hij heeft een aantal verrassingstroeven ingebracht, denk ik. Maar die zijn weer uitgewerkt. Maar dan hebben we toch een paar doelpunten gemist. Nee, jij denk ik. Want ik had het wel door. Ja? Ja. Het is 4-3 nu. De bal de hoek in. Die blijft binnen. En weer hetzelfde. Hetzelfde. Nou, afmaken. Twee man naar de eerste paal. Voor die goal. Daar is dan niemand. Spreek dan af. Daan dacht aan een lange trap. Maar er staat ook een lang eind voor hem. Koshia. Handje in de nek. Ja. Of de nek. Kan die erbij? Ja, kan erbij. Mag. Loop maar door. Maak hem af. Rustig blijven. Ja. Ja, lekker. Oliver Pilon. Benjamin Roemion. Blijven rustig. Luisteren naar Maarten. 4-2. Masje van 2. Ah, belonen ze zich wel, Maarten. Ja, gele kaart voor een van de spelers nog van Almere City die klaagt over een overtreding. Even kijken. Dit is een Olivier Pilon. Goed voor 2 doelpunten weer eens een keer. Is lekker voor de jongen. Publiek op de bank hier in Ermelo. Hij is ook kapot. Benjamin Roemion, kan die er langs? Ja, de bal komt nog in de krant, deze aanval. Nou, maak maar af met links. Ja. Kijk eens, Uitelo. Hij blijft naar beneden. En ik zeg het je, ik heb het voorspeld, dit doelpunt komt in de krant. Doelpunten maken? Nummer 38. En dat is Rafael Uitelo, terwijl... Anicora nog heftig staat te protesteren aan de overkant bij de middenlijn. Ja, dat, maar die ingooi was dat. Nee, dat kan niet. Nee, dat is ook niet waar. Hij is een man van 1990. 29. Zo. In de jeugdopleiding van Ajax gevoetbald. Oeh, ja, daar kan hij bij. Tik hem aan, net er langs. Dribbelen. Ja, geven aan de zijkant. Steek. Ja, en doorlopen zelf. Achterin is Uitelo alweer voor de tweede misschien. Klein tikje. Joshua mooi Patrick. Kapje. Ja, mooi kapje. Ja, ja. Oh. Oeh. Is een bal... Valt hij goed? Niet aanvallen. Komt, kan hij erbij. Koppen. Nou, leg hem klaar. Ja. Lopje. Stiftje, man. Had een stiftje moeten doen, denk ik. Hey, Sparta, Nijkerk.
VVSB 1-0. Plug heeft daar zijn bril niet goed op. Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.